En er wordt iets na 19 uur. Welkom burgemeester, schepenen, algemeen directeur, gemeenteraadsleden en kijkers op deze extra digitale gemeenteraad van dinsdag 20 augustus. Mag ik misschien vragen aan jullie om de microfoon alvast uit te zetten, zodanig dat we niet gestoord worden en het terug aan te zetten als je het woord krijgt. Dus deze extra digitale gemeenteraad werd op de vorige gemeenteraad aangevraagd om verder te kunnen werken aan het dossier van het voetbal en omdat 26 september nog te ver af was. Iedereen stemde hiermee in en gaf zijn akkoord om geen zitpenningen voor deze raad te ontvangen. Waarvoor dank. We zullen dan nu ook enkel de punten behandelen die de voortgang van dit dossier aanbelangen. De variapunten worden uitgesteld naar de gemeenteraad van donderdag 26 september, als ook de kennisname dat mevrouw Nathalie De Puyt als onafhankelijk raadslid de gemeenteraden zal bijwonen. Ik wil ook nog even meegeven dat deze zitting ook live wordt uitgezonden. Zijn verontschuldigd voor vanavond de heer Jan De Pla van N-VA en de heer Frankie De Pree voor Open VLD. Mevrouw Martin Zoete zal de taak van de heer De Pree overnemen om het stemgedrag van haar fractie door te geven. Ik hoop dat ondertussen iedereen heeft kunnen inloggen. Dan gaan we van start met punt 86. Goedkeuren van het ontwerp authentieke akte tot vestiging van een erfpacht met SK Staden, met als voorwerp drie voetbalterreinen met aanhorigheden. Dit punt wordt toegelicht door de burgemeester en hij zal ook meteen de volgende punten toelichten. Meneer de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Zoals beloofd, als het aankoopcomité klaar was met het opmaken van de actes, hadden we beloofd om vervroegd een zitting in te lassen om deze voortgang van het dossier te kunnen bevorderen. We hebben een tijdje geleden dus de actes ontvangen. Die zitten ook in de bijlagen bij ieder punt. Per club is er een aparte akte die voor een groot stuk gelijklopend is. Even kort de belangrijkste zaken voor... Hoi. We zijn de burgemeester kwijt. Ja. Ik hoor het niet meer. Ik ga hem een berichtje sturen dat er niemand zijn verhaal hoort voor het moment. Kunnen we proberen om Francesco ook terug toe te voegen? Ja, mijn baaltje hing opnieuw in loggen. Ah ja. Ja, dank u wel. Is dat zeker? Heb je de opmerking van Sarah gezien ook, Maarten?
Excuseer, ik ben hier terug. Horen jullie mee? Welkom. Ja. We zijn blij dat je rust. Ja, er was iemand die aan het bellen was op dit moment, dus ik vloog er om een keer uit. Goed, dus voor West-Roosbeke, VZW Sportkring West-Roosbeke, gaat het om een oppervlakte van 1 hectare 75 are en 63 centiare. Het kanon daar is jaarlijks €450 per jaar en dus ook jaarlijks indexeerbaar. Voor Escastalen gaat het over een 70 are en 96 centiare. Dat is een bedrag van €700 per jaar plus de indexatie. Voor Escaosneger gaat het over een oppervlakte van 85 are en 47 centiare voor een bedrag van €550 per jaar, ook geïndexeerd. De duurtijd die start op 1 oktober 2024. In die hoedanigheid nadat een maand verstreken is, als we dit goedkeuren, dat er geen klachten of dergelijke zijn binnengekomen. Maar dus normaal start de duurtijd vanaf 1 oktober 2024 voor een periode van 15 jaar tot 30 september 2039. Dat is zo voor alle erfpachten. Het verschil tussen de bedragen, dat is uitgeklaard in de protocollen die goedgekeurd zijn in december 2023 met de clubs ook afgesproken zijn. Het gaat over, is er verlichting ja of niet meegenomen in het dossier? Over het aantal sportvelden, over hoeveel aantal sportvelden gaat het. Dus vandaar dat er soms een kleine afwijking zit op de jaarlijks te betalen bedragen. Dus dit ligt ter goedkeuring. Als we dit goedkeuren, is er nog een maand dat het openbaar onderzoek lopen. Het openbaar onderzoek is dat er een periode is dat mensen nog kunnen bezwaar indienen. En een keer dat die periode is afgerond, kunnen de actes ondertekend worden door de clubs en de vertegenwoordigers van de gemeente. Dus we hopen op die manier dat het dossier verder kan lopen. Zodat de clubs ook hun middelen kunnen inzetten. Dus zo dus dat de clubs ook al bijvoorbeeld bepaalde facturen en dergelijke kunnen gaan opvragen om dan te tonen aan de gemeente volgens de protocollen die afgesproken zijn. Dus daar kunnen ze al eigenlijk het voorbereidend werk doen. Maar hier hebben ze dus al een akkoord van de gemeenteraad en zitten ze juridisch ook iets robuuster om bepaalde engagementen met aannemers en dergelijke aan te doen. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn. Anders ook vragen voor de goedkeuring. Dankjewel voor de toelichting, Anders. Meneer Wellaert? Ja, ik had één vraag over de sportzone van SK Staden. Omdat er dus in de tekst staat dat het gaat over de 3 voetbalterreinen, maar ook onder andere over de tribune. En nu weten wij allemaal dat de huidige staantribune afgespannen is. Omwille van veiligheid, denk ik. Dus mijn vraag is wat er daarmee moet gebeuren en op wiens kosten dat is. Maar inderdaad, we zijn op de hoogte van de toestand van die tribune. Het is zo dus dat in de samenwerkingsovereenkomst staat dus dat het €250.000 per club is voor verlichting, voor het verbeteren van terrein, voor dugouts. En voor alles met betrekking tot het terrein zelf. Die vraag, als ik het goed voor heb, hebben ze officieel nog niet gekregen van de club zelf. Of zij hulp nodig hebben daarbij. Maar ik denk dat het misschien wenselijk is om nu dit buiten beschouwing te laten met dit dossier. Die tribune is een andere zaak. We moeten kijken wie dat zal financieren. Is dat de club of kan de gemeente daarin tussenkomen? Dat ga ik nu nog in het midden laten, maar het staat los van dit dossier. Want de subsidie die vasthangt aan de erfpacht van het terrein, heeft betrekking tot deze akte. En ik denk natuurlijk dat die akte verleden is, dan is het ook het onderhoud voor 15 jaar ook, dergelijk voor de club ook. Ik denk dat de tribune, als ik het goed voor heb, buiten het oppervlakte zit, denk ik. Nee, dat is zeker niet juist. Als je de teksten goed leest, gaat het over de treinen en dan verdere
zaken zoals, ja, zoals de tribune, de omheining, de ballen van de netten en al, voor alle drie de clubs? Tribune denk ik niet dat het erbij staat, als het goed voor heb. Het gaat over dugout, dugout staat erin. Maar ik het goed, nu niet. Mag ja, ik het goed, zeker. Specifiek voor SK Staden betreft het de bestaande drie voetbalterreinen met inbegrip van de zones rond het terrein, met daarin de dugouts, tribune, veldverlichting. Dus het is hier wel heel duidelijk een belangrijk punt wie dat te lasten zal nemen, want dat is niet niks. Dat is al weken dat dat afgespannen staat. En Cephus begint op 1 september de competitie. Wie gaat dat te lasten nemen? Sowieso, de erfpacht is enerzijds wat dat erop gestond wordt, maar de middelen, die 250.000, is voorbehouden voor terreinen, voor verlichting, dugouts enzovoort. Ik denk dat op dat vlak de 250.000 de tribune daar niet in stapt. Nu goed, we moeten ook bekijken, stel dat er bijvoorbeeld van dat budget die 250.000 euro geld over is, dan kunnen we eventueel kijken wat er daar nog mee kan wel of niet gebeuren. Maar ik ga dat nu voorlopig in het midden laten. Het is aan hen natuurlijk ook om officieel de vraag te stellen aan het gemeentebestuur. En dan kunnen we dit bekijken intern wat we kunnen doen. Maar tot zover ik weet, zij dat bij de schepen van sport is binnengekomen, heb ik geen officiële... ben ik niet officieel in kennis, of zijn we niet officieel in kennis gesteld van de vraag om tussen te komen in de tribune. Maar de middelen die voorzien zijn 250, dat heeft geen betrekking op de tribune. Maar we gaan moeten kijken als die vraag er komt, hoe we daar verder mee kunnen omgaan. Mevrouw Van der Meers, zou ook nog graag reageren? Gewoon omdat we nu eigenlijk toevallig gisteren inderdaad geroepen geweest zijn, officieel. Ik ben geweest met de diensten en vandaag ging Dieter dan van klappen met Nicky Geert en met Chris, denk ik, om te zien wat dat we kunnen doen voor de veiligheid om de start, om het nieuwe seizoen te kunnen starten. Maar voor zover ik bij de overleg ook deelgenomen heb, stond dat niet in de acte. Het ging over verlichting en het ging over... het is niet omdat het in het domein zit. Allee, daar had dat wel moeten voor gezorgd zijn. Maar natuurlijk, nu in de tribune, ik begrijp hun vraag. We kunnen niet starten met iets en dat die tribune eigenlijk niet meer haalt. Onveilig verklaarde zijn. Dus ja, dat is hetgene die gisteren nog maar ik denk dat het overleg geweest is. Dat het zo is, als inderdaad die vraag is binnengekomen gisteren, dan gaan wij ook inter bekijken hoe we daar verder mee omgaan. Maar nogmaals, hebt de zones die in de actes zitten, dan heb je het dossier met betrekking tot de 250.000 euro per club. Als dat allemaal, als daar budget over is, kan er misschien nog gekeken, maar dat is voorwaardelijk dat ik dat zeg. Maar goed, de vraag is binnenkomen, hoor ik. Dus we gaan dan wel verder kijken hoe we daarmee omgaan. Voorzitter, mag ik nog laatste dingen doen? Dus, ja hoor. Ik zie ondertussen ook dat Tom probeert in te loggen, maar dat hadden we ook niet lukt. Goed, maar ik denk dat we misschien best verder. Meneer Willaert, zeg maar hoor. Twee dingen nog en ik ga dan stoppen. Dus ten eerste, het gaat wel degelijk over de tribune die in de akte vermeld wordt. Ja, dat wel. S1, ja, maar ja, dus dat... Ik heb het over de 250.000 euro. Dus 250.000 euro. En de tweede, als dat de toestand is die voor 1 oktober is, want 1 oktober gaat de overeenkomst in, dan denk ik, dat zijn zaken die nu al weken gekend zijn. Dus denk ik, als er de vraag komt van de club, dat het antwoord ook van de gemeente moet komen en dat er daar moeten voor inspanningen gedaan worden. Maar zoals ik zeg, als dit intern bij ons is binnengekomen, gaan wij ook bekijken hoe we daar verder mee omgaan. Dat is al een gang van zaken geweest dat we altijd kijken hoe we kunnen daarmee omgaan. Dus dat zal nu ook niet anders zijn. En er gaan we wel een oplossing voor vinden. Ja. Bedankt alleszins voor de extra uitleg. Kunnen we dan overgaan tot de stemming van dit punt? Ja, hallo. Zie ik nog eens een handje of iets? Want ik zie nu niet wie het woord vraagt, hoor. Rick. Ja. Meneer Hevaert. Ja, ik had nog een vraag. Van SK Osniekerke staat er in de aanleiding en de voorgeschiedenis 550 euro jaarlijks. Ja. En daaronder in de feiten en, staat er 700 euro. Ik denk dat dat wel een fout is. Moet 550 zijn normaal gezien. Kan je dat aanpassen? Ja. Dat doen. Staat er 700. Maar dan heb ik nog een vraag. Ik zie ook in de... dat erin staat dat we een renovatieplicht hebben binnen de 5 jaar. Mijn vraag is dan ook, als je moet een nieuw dak leggen en nog kosten doen voor die renovatieplicht te voldoen, binnen de 5 jaar,
Wordt er dan een werkingskost voorzien die dat dekt? Of moet dat allemaal van de clubs komen? Wie kan daarop een antwoord geven? Ik denk dat dat in die teksten van de actes een standaard tekst is die daarin zijn opgenomen. Ik snap inderdaad wel de vraag, inderdaad, ja, als daarom een keer plots een renovatieplicht op komt. Maar goed, dat is niet de bedoeling van deze acte uiteraard. Dus ja, goed. Ik weet wel, maar alleen, het is toch heel belangrijk voor ons dat we weten als, wie had er die kosten aan de rand. Worden die werkingskosten die we nu krijgen, wordt dat verhoogd en of wordt dat door de gemeente betaald, die kosten die we moeten doen voor wij hebben er al ouder gewoond. Het zijn sommige verenigingen die jonger gewoond hebben. Dat is natuurlijk wel een beetje frustrerend voor bepaalde, denk ik. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat standaard teksten zijn. Ja, nemen we die, ja, die verder op in de acte zitten. Je microfoon. Dat is natuurlijk, dat zijn de juridische bepalingen in verband met een erfpacht. He. Maar van die 5 jaar zie ik nu wel niet direct staan. Rick, wat heb je dat zien staan? Punt 14. Wacht, hè. Punt 14. Inderdaad. Klopt. Het gaat over het energieniveau, de energieprestatiecertificaat. Ja, ja, ja. En onder andere er staat de dakisolatie, centrale warmteopwekkers en zo verder, ja. Dat is de standaard. Ik kan mij niet voorstellen dat door het feit dat je een erfpacht afsluit, dat je dat dan strenger gaat behandeld worden dan hoe je dat niet doet. Allee, dat heeft er toch niet mee te maken. Uiteindelijk word je... Staat er toch wel in nu dat het binnen 5 jaar moet gebeuren? Nee? Uiteindelijk word je eigenaar van het geel dat je een erfpacht overkrijgt. Ja, maar ja. Je erf die jongeren... Hoe kunnen we dat gezamenlijk schrappen, Tine? Ja, dat ga ik niet doen hoor. Ja, dat is opgemaakt door het aankoopcomité. Dat is juridisch afgecheckt. Allee, het is een beetje jammer dat nu nog maar de vraag komt. Nee, ik kan hier nu niet direct... Ja, maar ja. Kan je ook niet vroeger antwoorden of dat ik zie? Allee, Nee, ik weet het. Heb je het nu nog maar gezien of wat? Ja, natuurlijk. Ja. Zijn de mensen een beetje meer waard nog in dat ding? Ja. Ja, dat zal wel. Het is natuurlijk wel iets niet onbelangrijk natuurlijk om te weten of er inderdaad een renovatieplicht op zit, want dat is niet de bedoeling van die erfpachtovereenkomst, dat je daar niet met verheft het geschenk bij wijze van spreken. Voilà. Ja. Ik wil het niet moeilijk doen, maar het is gewoon alleen dat we weten hoe dat bestaat. Ja, als we zoiets gaan ondertekenen, ik zal het houden. Ja, sowieso is dat als je eigenaar wordt van een goed, is dat een standaard verplichting. Mm-hmm. Op vandaag is dat een standaard verplichting. Dus hier gaat in het aankoopcomité de akte, want je ziet daar ook in de akte heel wat punten die gelden. Bodemonderzoek, alles van ruimtelijke ordening, dat zijn gewoon zaken die bij elke akte d'office worden meegenomen. Dus dat zal hier ook het geval zijn. De vraag is in hoeverre is een club... Allee, als dat gaat over geen volle eigendom worden, maar over het feit dat je een erfpacht hebt voor x aantal jaar, is die verplichting dan ook geldend? Op de vereniging kan daar nu ook niet direct een antwoord op geven. Dat is een terechte vraag. Maar die moet natuurlijk wel uitgeklaard zijn voordat... Voordat ondertekend wordt. Ja. Maar, of voordat de gemeenteraad hier ook... voordat de gemeenteraad hier goedkeurt? Of? Als de gemeenteraad dan goedkeurt, kan je misschien dat meenemen.
dat er eventueel een aanpassing kan gebeuren. Ja. Maar ik zou voorstellen dat we het dan eventueel goed kunnen onder voorbehoud van uitklaring van dat punt. En of dat niet is uitgeklaard of onvoldoende. Of het moet veranderen of het kan veranderen. Ja, gaan we het dan in september dan nog lieke erpakken, maar dan zien we wel iets. Tenzij dat dat kan uitleggen hoe dat in elkaar zit. Maar ik kan dat hier nu niet direct ook... ik moet nu ook niet zeggen, ik ga bellen. Mensen zijn daar niet meer aan het werken in het aankoopcomité. Ik ga in de notulen overal toevoegen onder voorbehoud van uitklaring van punt 14 in verband met die renovatieplicht. En we gaan dat toen aan de betrokkenen laten weten, of aan de gemeenteraad, en dat toen is uitgeklaard, dat is oké. Is de notul oké? En is het niet oké, dan komen we erop terug in september. Ja, zeer goed. Voor mij is dat goed, ja. Dank u wel voor deze oplossing. Ik zie dat meneer Koekman ook nog een aanvulling heeft. Dank u, voorzitter. Wel, het is eigenlijk een praktisch punt die hierop volgt, maar volgens mij klopt de tekst ook niet, want er wordt verwezen in dat bewuste artikel 14 naar artikel 9.3.1 en 9.3.2, maar volgens mij, als ik dan boven kijk, dan gaat punt 9 over het integraal waterbeleid. En niet over, goed, dus ik denk dat in een tekst wel moet... Ja, maar het is toch belangrijk dat die in tekst klopt, hè. Bart, ja, maar het gaat over 9.3.2 van het energiebesluit en niet van de akte, hoe je dat goed leest. Ja, maar hebben we dan dat energiebesluit? Ja, maar dat is online waarschijnlijk wel beschikbaar. He. Dat is een besluit van de Vlaamse gemeenschap, vermoed ik. He. Dat is niet van ons. He. Ja. En heeft de club een zicht op welke energieprestatie dat men daarop vandaag heeft? Niet direct, nee. Ik denk dat dat niemand heeft voor het ogenblik. Ik denk dat ook niet. Maar goed, dat deel, als we dit punt nu kunnen goedkeuren met het voorbehoud van... Hè, als dat niet kan, dan kun je dit punt niet goedkeuren. Maar als je zegt dat kan, dan kunnen we dat nu goedkeuren. Mijn inzien is dat het, als je geen volle eigendom verwerft, het gaat over een erfpacht... Je moet ook juridisch, Francesco, dat zo bekijken. De gemeenteraad keurt goed om te zeggen, het is niet uitgeklaard en het wordt niet ondertekend. Is die akte er ook niet? Het is niet... Ja, tuurlijk. Het is de ondertekening van een akte die het juridisch binden maakt tussen twee partijen. Nee, nu keur me zogezegd het deeltje van de gemeente goed, want dat vind ik het toevoeging onder voorbehoud van. Ja. En dat het niet in orde is en het raakt niet ondertekend. De club staat ook niet ondertekend. Is er ook niks gebeurd op dat moment. Toen kunnen we zo verder vanavond. Dank je wel. Goed. Zijn er anders nog vragen? Nee, waarschijnlijk. Dan kunnen we over... meneer Willaert dan nog? Nee, geen vraag meer. Het is allemaal jammer dat we dat in de tekst niet meer zien en dat er niet voorbereid is, dat nu die grote discussie moet komen, hè. Ja, meneer Willaert, jullie hebben ook de documenten op voorhand gekregen. Het kon ook, jullie zijn met 6 raadsleden, jullie kunnen die zaken ook... ik heb ze nu ook nog maar pas opgemerkt. Dus het is van beide kanten dat we ze pas hebben opgemerkt. Dat is inderdaad een spijtige zaak. Maar dus, goed, we gaan daarmee aan de slag. We gaan over tot de stemming dan. Mag ik het stemgedrag van de fractie op een VLD, mevrouw Zoete? Hou er wel rekening mee dat enkel de ingelogde mensen een stem kunnen uitbrengen. Mevrouw Zoete? Voor Open VLD, 11 maal ja. Het stemgedrag van CD&V, meneer Willaert? 6 maal ja. Meneer Koopman? Ja. Mevrouw Nathalie De Puit? Ja. Dank u wel. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar punt 87. Goedkeuren van het ontwerp authentieke akte tot vestiging van een erfpacht met SK West-Rozebeke met als voorwerp 2 voetbalterreinen met aanhorigheden. Dit punt werd dus inderdaad reeds toegelicht door de burgemeester. Alle opmerkingen zijn gegeven en veronderstel ik zijn dezelfde voor dit punt. Kunnen we dan overgaan tot de stemming van dit punt? Mevrouw Zoete voor Open VLD. 11 maal ja. Meneer Willaert. 6 maal ja. Dank u wel. Meneer Koopman. Ja. En mevrouw De Puit. Ja. Dank u wel. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 88. Goedkeuren van het ontwerp authentieke akte tot vestiging van een erfpacht met SK Oost-Nieuwkerke met als voorwerp 2 voetbalterreinen met aanhorigheden. Ook dit punt werd reeds toegelicht.
Mag ik hier ook overgaan tot de stemming van dit punt? Graag, mevrouw Zoete, jullie stemgedrag. Elfmaal ja. Dank u wel. Meneer Wellaert. Zesmaal ja. Meneer Koopman. Ja. Mevrouw De Puijt. Ja. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Zoals eerder aangehaald, respecteren we de inspanning van iedereen om vanavond aanwezig te zijn. En zullen we dus de andere punten uitstellen tot de gemeenteraad van 26 september. Ik wil je allemaal bedanken en geniet nog van jullie avond en hopelijk nog van een aantal zonnige dagen. En dan zie ik jullie graag terug live op donderdag 26 september. Dank je wel allemaal. Goedenavond.